Ruud, wat je had beloofd, dat gebeurde ook. We hebben in ieder geval een heel ander Roda gezien als vorige week. Ja, we hebben er alles aan gedaan, heet het dan zo mooi. Ik vond ons zelfs goed spelen bij Vlaag eerste helft. En heel dicht bij de 1-0. Het is vervelend dat je zo achterkomt. En ja, Heerenveen ging ook volle bak. Dan zie je dat zij heel gevaarlijk zijn in de omschakeling. Wij hebben hard moeten werken voor de doelpunten. En eigenlijk ben je heel erg boos toch wel over de goals die je dan weer weggeeft. Want daar wil ik het even over hebben. Want we kunnen het natuurlijk hebben over doelpunten die jullie maken. Maar hoe heb jij vandaag gekeken naar jouw verdediging? Nou ja, je weet dat er natuurlijk een spits bij hun loopt die heel goed loopt. Maar ik vond... ze hebben wel de kansen gehad, Heerenveen. Maar als je 2-1 voor staat en je geeft kinderlijk eenvoudig gewoon de bal af. Waardoor ze 2-2 kunnen maken. En eigenlijk die 3-2 is ook een typerend voorbeeld. Ja, dat is een zonde, want de jongens hebben ontzettend hard gewerkt. En bij Vlagen best wel goed gevoetbald. Maar dan vind ik dat dat mag niet gebeuren. En daar zullen we het ook wel over hebben. Maar ja, dit soort fouten moet je niet maken. Als je 3 goals maakt, mogen wij dit soort fouten niet maken. Maak je daar zorgen over als je kijkt naar de toekomst? Nee, want ik vond wel, als je vorige week zo onderuit gaat, de intentie was prima. Ik denk dat we van achteruit redelijk goed speelden. Alleen moet je niet overdrijven. Je moet weten wanneer je wat doet. En dat werd nog wel eens vergeten. Zelfs in de 88e minuut zie ik mijn controlerende middenvelders. Ze willen winnen, maar die zie ik bijna op de 16 van hun. Ja, en Heerenveen die denkt, nou dat is prima. Wij maar omschakelen en dan krijg je problemen. Maar over het algemeen is het denk ik wel de juiste verhouding. Ja, over die controle gesproken, met name in de laatste fase van de wedstrijd. Waar ligt dat dan precies aan? Is het inderdaad echt gaan voor de winst? Of wat is het dat je die controle niet kan houden? Ja, het is gaan voor de winst. Kijk maar naar die tweede goal. Ik geloof dat Bart Biemans de bal heeft op rechts. En dat mijn rechtsback, die staat rechtsbuiten, staat naast Schuurs. En dat kan je hem niet kwalijk nemen, want die drive heeft hij. Maar dan moeten anderen zeggen van oké, daar hebben we het in de rust over gehad. Let een beetje op die restverdediging. Want zij kunnen ontzettend goed omschakelen. Zeker met de loopacties van die spitsen. Ja, dan is dat heel erg gevaarlijk. Ja, dit was heel slordig balverlies. We hebben vaak wel goede combinaties gehad. Heel geconcentreerd gespeeld. Maar ja, dat moet er toch uit. Want het is doodzonde van het harde werken. Ja, wat ik me nog afvroeg, Leo trouwens ook. Hoe is het met Dijkhuizen? Want het zag er allemaal heel ernstig uit. Ja, daarom. Ik hoop dat het meevalt. En morgen bekijken hoe de reactie is. Maar ja, ik vrees ook het ergste in eerste instantie. Maar ja, morgen bekijken. Hij is aardig aan het lopen. En ik denk dat het wel meeviel. Kortom, wat is het overall gevoel? Ja, wel positief. Wat ik al zei, afgelopen week keihard onderuit met andere jongens. Ik denk dat we er keihard voor zijn gegaan. Heet ze mooi de neutrale kijker. We hebben heel veel fouten ook wel gemaakt met de goals die we deden. De manier waarop we wilden spelen, dat geeft weer hoop. Dankjewel.